pijnlijke uitspraken, vind ik, als je er nu naar luistert, met de kennis van nu, hè, de situatie die we nu hebben. Hij zegt dan, ja, die vaccinatieplicht, die komt er niet, want die testmogelijkheid is er ook naast. Dus hij zegt, niemand is verplicht, zegt, en dan doe je toch even snel een testje. Maar dit is wel weer een voorbeeld daarvan dat het kabinet in een eerdere fase, denk ik, ja, te veel dit heeft uitgesloten. Net zoals dat ze eerst ook met de avondklok heel stellig zijn geweest van, we gaan het niet doen. En dan komt er toch een moment dat het wel moet. Terwijl je dit, denk ik, ook best een aantal maanden geleden wel had kunnen zien aankomen. Toch, meneer Van Rijn? Ja, kijk, volgens mij zitten we nu ook gewoon in een fase. Kijk, ik behoor niet tot het demissionaire kabinet, ook niet op persoonlijke titel, hè, zeg maar. Dus, ja. Maar tegelijkertijd zie je wel, zie je met z'n allen in een fase waarin je vrijheid wil bieden. En je ook de contactmomenten wil belemmeren om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. En niemand weet precies hoe dat gaat. Dus het is, de zoektocht is nu, hoe kun je toch wat meer vrijheid geven. En dat begrijp ik. Maar je tegelijkertijd ook moet zorgen punt, dat het niet... U heeft in dat coronacrisisteam gezeten. Hè? En het punt dat Xander van der Wulp maakt is dat dit kabinet een aantal keer heel stellig is geweest en dan later toch weer terug moest krabbelen omdat het toch weer dat niet waar kon maken. Dit is daar een exemplarisch voorbeeld van. Want in... welke kleuring je er ook aan geeft, dit is indirecte vaccinatiedwang. Bent u dat met de criticasters eens? Nou, dat hangt een beetje af van wat er met de testen gebeurt, denk ik. Want de drang, denk ik. Hè? Dat woord is dan net anders dan dwang. Nee. Ja, ja. Drang, ja. Ja, ja. Maar er worden denk ik wel mensen aangespoord. Dat zei hij vandaag ook, de jongen. Hij zei, ja, het is toch een maatregel waarvan je hoopt dat mensen dan zeggen, we doen het wel. Jij vindt het wel dwang? Ja, eigenlijk natuurlijk ergens wel, ja. En je hoopt, of in ieder geval, je snapt ook het doel erachter. Je wil gewoon iedereen zoveel mogelijk laten vaccineren. Maar dit is wel een soort drang, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Wat is jullie oplossing? Jullie willen dit niet. Wat willen jullie wel? We zitten met z'n allen in die crisis. Ja, nee, maar wij zijn van harte bereid om met een coronatoegangsbewijs te werken. We hebben dat al getest op hele grote schaal. We hebben die Field Labs 130.000 mensen daarmee naar binnen gelaten. Werkt allemaal prima, dus dat hebben we eigenlijk gewoon voor de ministeries uitgetest. Dat zou prima kunnen werken. Dus met dat soort maatregelen. En we kennen onze klanten, we doen kaartverkoop natuurlijk op naam. Dus we weten wie de mensen zijn die binnen zijn. We hebben goede ventilatie. Al een opeenstapeling van dat soort maatregelen die aantoonbaar gewoon het risico enorm naar beneden brengen. Eigenlijk kleiner dan het risico dat je gewoon thuis bezoek ontvangt. Die zijn er gewoon. Maar dan moet je ook de capaciteit toestaan waarmee je een rendabel evenement kan organiseren.